geen werknemer waarschijnlijk. Maar dat is ook een soort recht, hè? Arbeidsrecht. Dat is, ja, als je ergens gaat werken, dan sluit je een contract. Dat is vaak een arbeidsovereenkomst. Maar dan ook als ik ben nu zelfstandig advocaat. En ik werk nu tijdelijk bij het bedrijf Tommy Hilfiger, van waar dit t-shirt van is. Daar werk ik nu. Dit is ook een Tommy Hilfiger boek. Ja, dat heb ik. En een Calvin Klein shirt, dat klopt. Want dat hoort bij hetzelfde bedrijf. Maar het zijn twee verschillende merken. Maar ik ben geen werknemer. Want ik ben zelfstandig. Dus ik sluit niet een arbeidsovereenkomst. Maar ik sluit een overeenkomst van opdracht.